eer dat ik hier de regering mag vertegenwoordigen als minister. En ik ga mijn uiterste best doen om alle vragen die er gesteld zijn juist te beantwoorden. En alle twijfels ook weg te nemen. Daarvoor sta ik hier ook. En ja, het voelt een beetje als een medespeech. En interrupties... Maar ik denk wel dat u geïnterrupeerd gaat worden. Ja, dat wou ik net tegen u zeggen. Want het staat natuurlijk vrij om interrupties te plegen. Goed, voorzitter. Ik heb een algemene inleiding. En vervolgens heb ik vier blokjes. Dat is de bewaartermijn, techniek en toepassing, onderzoek en cybersecurity en overig. Goed, voorzitter, dan begin ik. Om ons land veilig te houden is een goede en grondige grenscontrole essentieel. Op dit moment vindt een deel van deze controle geautomatiseerd plaats. Bij de controle van de buitengrens op Schiphol maakt de Koninklijke Marechaussee daarvoor onder meer gebruik van het zogenaamde Self-Service Passport Control System, SSPC-systeem. Dit systeem, ook wel e-gates genoemd, zorgt voor een unieke identificatie en verificatie van de identiteit van de reiziger. Er wordt een gelaatscan van de reiziger gemaakt wanneer deze zich in de e-gate bevindt. Deze scan wordt vergeleken met de foto die is opgeslagen op de chip van het reisdocument dat gelijktijdig door de reiziger wordt gescand. Dit zorgt ervoor dat de identiteit van de reiziger op een snelle en betrouwbare manier wordt gecontroleerd. Deze geautomatiseerde controle vindt op dit moment al plaats, maar er is twijfel ontstaan over de Europese rechtelijke grondslag voor de verwerking van de gelaatscan. Het wetsvoorstel dat we vandaag bespreken regelt de specifieke grondslag voor de verwerking van de biometrische gegevens ten behoeve van deze unieke identificatie en verificatie. Het systeem wordt nu enkel op vrijwillige basis toegepast. In de informatievoorziening aan de reiziger wordt daarvoor de nodige duidelijkheid geboden. De gelaatscan is een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. De verwerking daarvan is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, in beginsel verboden. Maar een uitzondering kan bijvoorbeeld worden gemaakt wanneer de verwerking noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang. En dat belang, dat is er. Het is gelegen in de noodzaak om grote reizigersstromen efficiënt en grondig te controleren. Door het gebruik van het SSPC-systeem kan een veel effectievere en efficiëntere uitvoering van de grenscontrole en grensbewaking plaatsvinden, waardoor de nationale veiligheid beter wordt beschermd. Naast de automatische grenscontrole is er altijd een grenswachter aanwezig die toezicht houdt op meerdere e-gates. Door de routinezaken zoals identiteitscontrole op deze manier te automatiseren, hebben grenswachters meer tijd en ruimte om zich te concentreren op meer complexe situaties die menselijke expertise vereisen. Dit zorgt voor een betere verdeling van middelen waarbij technologie en menselijke intuïtie en expertise elkaar aanvullen, om een veilige en efficiënte grenscontrole te waarborgen. Daarbij worden wachttijden verkort en wordt de doorstroom van reizigers verbeterd. De persoonsgegevens worden zo dicht mogelijk bewaard, zo kort mogelijk bewaard. Na 24 uur worden ze gewist. Ook worden de gegevens alleen lokaal opgeslagen. Zo wordt zorgvuldig omgegaan met de persoonsgegevens, maar wordt ook een goede, grondige en efficiënte grenscontrole gewaarborgd. Voorzitter, dan ga ik nu over tot het beantwoorden van de vragen. Ten eerste wil ik graag de leden bedanken voor hun vragen. Ze hebben in ieder geval het wetsvoorstel goed bestudeerd. Dank daarvoor. Dan kom ik bij de bewaartermijn. Maar een eerste complimentje is al uitgedeeld. Ze hebben er gewoon de stukken gedaan. Ja, maar ik kan best te complimenteus zijn hoor. Maar ja, prijs de dag niet voor het avond is. Ja, het is wel al avond, maar goed. Goed, we gaan verder. Ik kom eerst bij meneer Boomsma. Die had een vraag over de bewaartermijn. En hij vraagt mij, kan de minister de 24 uur termijn nader toelichten? Nou, de bewaartermijn is in nauwe afstemming met de KMAR vastgesteld. 24 uur is de minimale termijn van bewaring die volgens de KMAR nodig is om een veilige grenspassage te waarborgen. Er is geen noodzaak om de gegevens langer dan 24 uur te bewaren.
Immers, indien er bijvoorbeeld sprake is van een hit in een van de databanken, kan de grenswachter de gegevens markeren als bewaren. Deze gegevens kunnen dan langer dan 24 uur worden bewaard. Korter is niet wenselijk in verband met de veiligheid. En langer is niet acceptabel, omdat de gegevens dan langer worden opgeslagen dan noodzakelijk is. In de systemen die de KMAR gebruikt bij de manuele grenscontrole aan de balies, wordt om diezelfde reden een bewaartermijn van 24 uur gehanteerd. Een termijn van 48 uur is niet nodig, omdat ten behoeve van het bestrijden van de misdaad de gegevens kunnen worden overgebracht naar het politiedomein. En dit kan binnen 24 uur plaatsvinden. Dan kom ik bij mevrouw Katman. Mevrouw Katman die had een vraag. Is de minister het eens dat biometrische gegevens zo kort mogelijk moeten worden bewaard? Ja. Biometrische gegevens moeten niet langer bewaard worden dan nodig is. En de privacywetgeving laat dit ook niet toe. Mevrouw Katman had ook de vraag, welk voordeel hebben reizigers aan deze 24-uur termijn? Laten we duidelijk zijn. Inbreuken van de privacy moeten zo beperkt mogelijk zijn. En de termijn van 24 uur is zo kort als door de uitvoering mogelijk wordt geacht in het kader van de veiligheid. En deze termijn is ook proportioneel, aangezien het een beperkte inbreuk van privacy van het individu betreft en opzicht van een groot algemeen belang, namelijk de veiligheid. De heer Boomsma. Dank voorzitter en dank ook voor het compliment aan de minister. Volgens mij heeft zij zelf ook de